Welkom bij NL Magazine, Going to the Movies. Ik ben Patrick van der Wijk en naast mij zit zoals altijd... Hoi, Sarout. Wij zijn geweest naar Thor Ragnarok. Yes! Eindelijk. Nou, lang wachten is hij er eindelijk. Na 100.000 keer dezelfde trailers gezien te hebben in de bioscoop... is eindelijk was Thor Ragnarok. Het moment was daar. En we zijn er met veel blijdschap hebben we daarnaar zitten kijken. Ja. Want verdomme, wat was die leuk. Dat wordt aardig. Bom. Ik was super enthousiast ben ik nog steeds over die film. Ja, nee, dus wat ik het leuke van vond gelijk is, in de trailer zie je allemaal dingen. Dus ik denk, nou, dat zou ook belangrijk zijn, een groot onderdeel zijn van de film. Maar dan komt zeg maar, in het begin wordt het al gelijk beantwoord. Dus er zitten toch nog heel veel nieuwe dingen in die film. Ja. En hij duurde kleine 2 uur, toch? 116 minuten. Ja. En het ging heel snel. Het ging heel snel om, ja. Het was echt heel snel. Ja, was wel met Blade Runner die wel langer duurde. Hadden van, we moeten de tijd kijken. Hier niet, poef, het gaat gewoon door zijn. Je knipperde 2 keer met je ogen in het gezicht. Was om. Ik denk, nu al om. God, zo. En kijk, Marvel is gewoon heel goed bezig. Laten we eerlijk zijn. Ze pakken de nieuwe richting die ze hiermee opgeslagen hebben. Er zit veel meer humor om. Ja. En ook niet, het is niet humor van haha. Het is humor van hahaha. Ja. Nee, het is echt... Ja. Je kan er echt om lachen. Het is echt wel heel leuk neergezet. En er komen ook steeds personages van andere films. Komen er ook even in. En dan denk je, huh? Ja, we begonnen met Doctor Strange. Dus dat is ik denk dat die erin verwikkelde. Maar dat was gewoon goed gedaan. Ja. Ook gewoon echt stoïcijns hoe die man speelde. Ja. En ja, die andere natuurlijk, zeker die Thor, die is toch... Ja, speelt met een dom blondje. Laat eerlijk zijn. Eigenlijk wel. dom blondje met veel spierballen. Ja. En, dat, en Kate Blanchett. Die had toch goed neergezet. Ja. Ja. Die was de godin van de dood. Nou, die speelde het. Ja, het was een hele leuke twist. Veel goed. Ja. Veel goed. En uiteindelijk Odin zelf. Dat hij ook een beetje een aparte geschiedenis had. Ja. Dat is toch wel... Odin the Destroyer kun je misschien beter noemen. Ja. Dat klopt ook wel. Weet je, als je volgens de mythes kijkt ook van... Of de sagas van de Noorse en Deense. Dat was natuurlijk veel gewelddadiger. Tuurlijk. Dan de vrede die we kennen met... Zoals de nieuwe Edward. Uitvoer. Ja. Dus... Maar ja, ik ga wel even spoileren, want anders vind ik het niet leuk meer als ik geen spoiler. Wie is de zus van Thor? Juist, daar waren we al twee heel verrast over. Ja, maar dat is... Dat is Hela! Ja. Hela, gespeeld door... Kate Blanchett. Kate Blanchett. Ja. Maar dat heb je niet gezegd tegen de mensen. Nee, oké, maar ook, nee, ik wil nog niet helemaal... Want hij wil niet spoilen, maar ik wil wel spoilen. Ja, okay. Ik vind het wel leuk. Maar ik dacht, wat? Ja. Ja, dat is een goeie. Maar ik dacht echt van, nou, dat is niet, dat is gewoon een andere... Maar ik wist niet dat de firstborn van Odin was. Ja, ze eigenlijk was de rechtmatige eigenaar van de troon. Ja, ja. Maar dat... Maar ja, goed, ze wilden alles vernietigen, dus wat ook dat is een beetje lastig dan. Is een lastig verhaal. Ja, en het hele verhaal met van Jeff Goldblum, ja, die scènes... Die was ook geniaal. Ja, eigenlijk was heel vaag gespeeld, maar wel goed... heel goed neergezet. Die in het... In het begin waren een aantal bekende spelers die een soort cameo deden bij dat toneelstuk. Klopt. Matt Damon. Matt Damon. Ja, de hele bioscoop al gefout. Ja. Dus wat dat betreft... dat is echt goed. Ik dacht, de mondjes vielen open toen we erachter kwamen dat ze zus was. Met Damon zagen we de hele zooi lag plat. Dat is ook weer sowieso... En er was nog eentje die Thor zelf speelde in het toneelstuk. Ook een bekende. Ja, maar die komt niet plaatsen. Riley. Hij heet Riley. Hij deed in Jurassic Park de eerste film deed hij mee. Hij was de hoofdrolspeler van Jurassic Park. De hoofdrolspeler van Jurassic Park? Ja. Dat was dat jongetje, bedoel je dan? Nee, die man. Die man? Ja, de bekende, hoe heet hij nou? Van Jurassic Park de eerste. Oké, goed. Die geoloog. Ja, ik weet wie je bedoelt. Ja, maar die heet Riley. Hij heet Riley nog wat. Maar als je ziet die kop, denk ik, hij is bekende. Oké, nou, ik kon hem niet plaatsen in ieder geval. Dus het is dat jij hem kon plaatsen. Ja, ik zou hem Maar ik kon hem niet plaatsen. Dus het waren allemaal cameo's van bekende spelers. Echt leuk hoor, echt leuk. En dat zie je natuurlijk steeds meer bij Marvel. Maar het audio visueel was ook heel goed. Ja. De special effects waren goed. Het verhaal was gewoon heel leuk. Ja. De humor was fantastisch. De samenbreng van de karakters was leuk. Het was gewoon een hele vermakelijke film. Echt vermakelijk. We hebben natuurlijk weer 2 spoilers gezien aan het einde. Ja. Van wat gaat komen. Er gaat weer een hoop komen. Ja, we zien ook meteen de sleutel tot Guardians of the Galaxy en Thor. Zeg maar, die link zien we aan het einde. Je moet wel blijven zitten in die bioscoop. Ja, je moet wel even de aftiteling helemaal tot het bot afkijken. Ja. En dan zie je ze alle 2, de spoilers. Klopt. Nee, dat is heel belangrijk. Want dat is natuurlijk de Infinity War. Dat zei ze ook, Thor komt weg bij de Infinity War. Klopt. En dat zie je gewoon. Alles komt gewoon nu bij elkaar. Ja, en dan denken, hoe ze dat in elkaar gaan flatsen met al die personages. Dat moet een heel lang film worden. Ja, nou, ik hoop het.
Ja, dus... En ik vond ook de Hulk leuk spelen. Dus ook, ja, hoe heet die? Hoop tekst. Ja. Hoop tekst ook, ja, had hij de Hulk deze keer. Ja. En allemaal, die was wel de komische noot, zal maar, ja, zeggen, in het geheel. Tussen, ja, Thor en de Hulk zelf, zal maar, ja, zeggen. Dus dat was heel leuk. En dan Bruce Banner, die op zich, doordat hij zo lang de Hulk was geweest, was hij ook een beetje dommer geworden. Want normaal is hij de slimste persoon, klopt, van allemaal. Klopt, ja. Dus maar hij was al 2 jaar de Hulk geweest. Dus, ja, ja, hij was een beetje gedaan, ja, credit. Ja. Dus nou ja, nu gaan ze verder, hè. Dan wordt het een... Super spannend, ja, super benieuwd zijn we. Maar we hebben een heerlijke middag ermee gehad, ja, met die film. En ik zou ook iedereen willen aanraden die een beetje van die genres houdt. Ga vooral ook kijken. Laat hem niet schieten. Ga deze gewoon in de bioscoop kijken. Ga niet wachten tot hij op Netflix is. Zonde. Nee, is zonde. Nee. Dus, moet je gewoon zien. Moet je gewoon zien deze, ja, film. Dus als je van Marvel houdt, van een, ja, hele reeks, deze hoort er gewoon weer bij. Simpel. Ja, geniaal. Ja. Dus naar de cijfers, Maurice. Ja. Ik laat jou als eerste aan het woord. Ik geef een 8,5. Zo. Pittig. Ik ook. Ik geef hem ook een 8,5. Ik vind het wel een hele leuke, vermakelijke film. Ja. Dus wat dat betreft is een 8,5 zeker waard. Ja, toch? Ja. Ja, voor een 9 had hij nog even wat uitgebreider moeten zijn. Ja, iets meer verhaal. Iets meer verhaal, nee, iets, ja, meer. Misschien ook iets langer, want ik vond 116 minuten even eigenlijk net even te kort. Maar ja, ik weet het niet. Maar dat vind ik dus, in ieder geval maar 8,5 vond ik zeker de moeite. Zeker, ja, de moeite. Ja, tot volgende week. Dan gaan we naar de hele andere soort films gaan, ja, kijken. En ik hoop dat jullie weer genoten hebben van onze recensie. En ik hoop tot de volgende keer in de bioscoop. Doei. Doeg.